Welkom allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Critical Attack Gaming. Vandaag is alweer de tweede aflevering van onze show van Dwaas tot Baas. En wij willen jullie allereerst heel erg bedanken voor het liken en subscriben van onze allereerste video van Dwaas tot Baas. Vandaag zijn we er weer met Sylvester, Joey en ikzelf, Ibo. En we gaan vandaag eigenlijk weer onze match oppakken, de online ranking vanaf de eerste episode. We zijn volgens mij gebleven van iets van 200 punten. Ja, 221 punten dacht ik. Ja. En ons doel was vandaag om gewoon brons te halen. Ja, precies. En Sylvester, denk je dat het gaat lukken? Nou, laten we hopen van wel, hè? Nee, we gaan ons best doen, dus we zien wel hoe ver we komen natuurlijk naar het einde van de uitzending. Ja, want we waren geëindigd met 2 wins voor mezelf, 2 wins voor Joey. Oh, en ja. Ja, 0 wins voor Sylvester. Ja. 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 Hey, bedankt hè. Hey. Dus ik wil zeggen het even bij, voor mensen die scoren bijhouden. Maar Sylvester, heb je getraind? Ik heb niet echt getraind, maar dat komt goed. Denk je dat de kijkers, denk je dat onze kijkers vertrouwen hebben in je nu? Denk het niet, maar dat maakt niet uit. Nee, we gaan het gewoon allemaal zien en we worden gewoon elke week hopelijk wat beter. Jawel, dat komt vanzelf wel. En ik speel met mijn hart, hè, dus precies, zo gaan we doen. Het is altijd in het hart en dat is het belangrijkste wat telt. Precies. Ja, en ik was vorige keer gestopt, dus volgens mij ben jij aan de beurt, hè Ivo? Ja, ik ga het weer oppakken. Dus ik ga hopelijk weer beginnen met een winst. Oké, en we hopen inderdaad vandaag brons te pakken. Nou, ik heb er wel vertrouwen in. Ik denk wel dat het gaat lukken. Moet wel lukken, want volgens mij moet je daar 500 punten voor behalen. Ja, 500 punten, dan gaan we naar brons toe. We hebben nu 221. Dus we gaan het gewoon zien. Ibo, ik zou zeggen van start. Ga je vandaag weer met Ken spelen? Ik ga vandaag weer lekker beginnen met Ken. Het is wel mijn vertrouwde speler natuurlijk. Dus ik wil wel inderdaad verder met Ken. En hopen dat we die 500 punten halen. Oké, nou ja, dan gaan ik zal even de... online ranking aanzetten. Oh, dat is verkeerd. Dat zou het liefst erin daar nog aan. Die staat nog aan van jouw laatste match. Okay. Daar is die hoor. Yes, Ken. En we gaan even een blauwe kleur doen. Dat is weer mooi staan. Dat is mijn favoriete kleur. Moet wel... Vorige keer was je Turkije. Vorige keer had ik was ik de representer van Turkije met de rood-zwart, maar vandaag niet. Vandaag gaan we gewoon blauw doen. Vandaag doen we onze favoriete speler en kleur. Oké, nee, helemaal goed. Okay. Ik ben benieuwd. En nu je weer met Ken gaat spelen, kan je misschien de kijkers een beetje een leuke instapcombo laten zien. Wat redelijk damage doet. Ja, dat kan ik zeker doen. Zet even die battle confirmation even op ask. Dan, staat het niet goed? Het staat op automaat, nee, staat gewoon goed. Maar als je hem op ask zet, dan begint de match niet gelijk. Dan kan je in ieder geval misschien nog een combo opmaken. En dan word je niet onderbroken. Nee, bij battle confirmation. Hier zo. Naar links. Ja, ik gebruik het zelf niet, maar. Nee, precies, maar het is handig. En dan kan je gewoon inderdaad. Ja, voor je kijkers natuurlijk. Ja. Als hij dan een combo gaat doen, dan kunnen jullie dat gewoon zien en dan wordt hij niet in één keer onderbroken. Ja, want dan komt erop neer dat ik dus moet bevestigen of ik precies. Ik moet zelf bevestigen, mensen. Ja. Nou, wat ik eigenlijk. Ik zal even opnieuw beginnen hier. Dus een leuke instapcombo, wat eigenlijk met Ken best wel handig is. Nou, de bekendste is gewoon met medium punch naar achteren. Je ziet het, op het moment dat je achteren inhoudt, dan doet hij een slag tot zijn middenheup. En als je dat zonder achteren doet, heb je een rechte slag dat hij doet. In ieder geval, je begint met medium punch naar achteren. En dat combineer je door high punch te drukken. Waardoor die dus doorgaat naar een 2-hit combo. En om dat nog meer geavanceerder te maken, eindig je met bijvoorbeeld een high punch Shoryuken. Ja. Dat is deze. Of je kan hem uitvoeren met high punch Tatsumaki. Of high kick Tatsumaki. Ja, precies. En dat is eigenlijk een van de basic combo's. Wat ik zelf ook gebruik is medium kick. Want zoals je ziet, dat had ik volgens mij in de vorige aflevering ook gezegd. Dat op het moment dat je die gebruikt, heeft het best wel een lange reach. Ja, klopt. Ja. Dus zoals jullie hier zien, een tegenstander die zal niet zo snel op je af durven komen. Omdat op het moment dat je hem hit, kan je hem gelijk combineren naar een high kick. Precies. En dat zijn de, wat ook wel genoemd wordt eigenlijk, de target combos. Precies, zijn gewoon simpele tweeën combos. Precies, en waarna je dus naar een sterkere combo kan combineren, zoals hier. Dat ging fout. De Tatsumaki hier. Ja. En dat kan je dus ook weer met een Shoryuken doen. Dus nou, ik zie hier inderdaad. Ik ga even gelijk starten. En, goed. Precies, want we willen niet dat we ineens uitvallen en ja, of dat we een lag hebben dat je dan je punten niet kan krijgen op het moment dat die wegvalt. Precies, want dat zou heel zonde zijn. Omdat we ze hard nodig hebben, hè Sil? Ja, jullie. Ik ben echt heel benieuwd. Ja. Ik heb, moet ook eerlijk zeggen, ik heb een paar dagen niet kunnen spelen. Dus we gaan... we gaan nu nog niet alvast. Nee, het is geen smoesjes. Ik moet doen, hè. Hey, ik weet niet, maar... Oh, je moet weer tegen een andere Ken. En... Nee, dat is niet. Dat is wel gek. Waarom heb ik hier nu een... Omdat je was vergeten bij battle settings, ben je vergeten je pak te kiezen, de kleur. Nee toch? Ik had blauw. Oh, ja, maar misschien blauw, omdat hij eerste player is, krijgt hij natuurlijk het pak wat hij voor een keuze heeft. Oké, dat kan ook. Nou, we gaan kijken wat ik ervan ga maken. Nou, wie... Jij hebt altijd de battles van wie de beste Ken is, hè? Dus, eigenlijk wel, dus ik moet wel winnen eigenlijk. Ja. Tegen wie Ken Masters is, hè? Ja, ja. Ken Masters. Wie is de master van Ken Master? Welke ben je dan? Jij bent rood, hè? Ja, hij is rood. Oh, ja. Hij is rechterkant. Dat is vervelend als altijd dezelfde groepjes hebben. Ja, precies. Je moet ook even kijken waar ze zitten. Ja. Deze jongen heeft wat combo's in zijn gezicht, dat vind ik wel lekker. Oh. Oeh. Nou, goed bezig. Hij is redelijk agressief speler al deze. En hij gebruikt ook een beetje de target combo. Een beetje wel. Het zijn de standaard combo's om iemand echt schade aan te richten. Hij nam wel snel zijn EX. Dat is verstandig van zijn ogen. Met die ook. Ik ga hem gelijk op, hè. Dus, ja. Alles mogelijk. Dus wie presteert het beste onder de stress en de druk, hè? Oeh, hij heeft een goede combo gebruikt. Jammer. Ja, omdat je die Tatsumaki deed. Dat is jammer. Ik hoopte dat hij sprong, dan had ik hem misschien geraakt, maar ja. Helaas. Dan had je een beetje door. Ja, maar nee, tweede ronde. Ja, tweede ronde voor de kant. Vorige keer verloor je ook de eerste ronde en daarna kwam je echt grandioos terug. Netjes. Goed zo. Lekker, goede cross-counter. En wat zou je zeggen van wat eigenlijk het beste is om tegen deze jongen te doen eigenlijk in deze situatie? Eerlijk gezegd, ja, hij is best wel, hij is agressiever dan mij zoals je ziet. Ja, precies. Ik probeer, ja... ik probeer meer in te schatten, maar... Nou, je hebt hem deze keer goed gelezen, zeg maar, in de zin van dat je een beetje al door had... Ik vond dat, ja, inderdaad, ik vond dat hij de eerste potje, de ronde, best wel agressief terugreageerde. Waardoor ik de tweede wat meer terughoudend was, zodat ik even kon zien wat hij zou doen. Precies, en dat is soms ook een beetje wat je moet doen. Soms, ja, dan verlies je wel die eerste ronde, maar dat je dan gewoon, ja, de volgende keer door hebt wat hij ongeveer gaat doen, ja. Dan kan je een beetje daarop aanpassen. Net iets te ver was gezonde. Die low kick Hadouken lukt niet, hè? Maar... Ja, dat is niet fout. Je moet even uitkijken. Toen is er weer ongeveer gelijk. Oh, lekkere special. Maar en nu zijn we niet voorbij, hè? Ik denk dat ik hem heb. Lekker. Zo doen we dat. De eerste win toch weer thuis gebracht, terwijl we toch even... Het was spannend, ik vond het heel erg spannend. Op het einde was het nog best wel spannend. Hij kwam aardig nog terug, maar ik denk dat ik het wel aardig heb afgerond. Precies, nou ik zou gewoon naar mainmenu eigenlijk gaan. Ja, ik ga gelijk door, want volgens mij is Sylvester nu, hè? Ja, Sylvester is aan de beurt. Ik zie jou de gespannen blikken. Ja. Wat gaat er gebeuren? De verwachting is hoog. Wij hopen dat we punten zien. Zullen we het meemaken? Even kijken, zoals jullie zien mensen, we hebben nu dus 67 punten gekregen. En wat een totaal punten geeft van 288. Dus het scheelt niet veel om de 500 punten te behalen. Maar ik moet alleen even een beetje een winstreak er gewoon zetten. Ja. Dat is en, een beetje. En, daar gaat Sylvester voor zorgen. Precies. Sylvester. Wij hè, het is een gezamenlijke contributie. Dus ja, niet alleen ik hè. Nee. Ik weet niet. Maar aangezien jij nog een winst moet zou wel alvast even hier controle aanzetten. Ja, jij bent nu aan de druk gaan. Ja. Oké. Okay. Ik doe niks meer. Ik doe niks. Lekker lopen drukken, hè? Ja, ik heb mijn winst, weet je, dus. En Sylvester, ga je vandaag nog steeds met Ryu door blijven spelen? Ja, dat is wel de bedoeling, hè. Ja, ik... ja, het is natuurlijk nog... ja, ik begin nog net, hè. Dus... ja. Het is nog steeds wel handig om nog even met Ryu... dus je hebt nog niet echt een character anders dan Ryu, waar je denkt van, die zou ik wel op zich willen leren. Nou, dan moet ik toch denken aan misschien Ken of zo, denk ik. Oh, Ken. Ja. Dat is een grote uitdaging. Ja, originele keuze ook. Ja, ik denk dat hij niet zo heel vaak wordt gespeeld. Ik denk dat hij best wel irritant is om te spelen. Dus dan... Ja, ga maar kiezen en gaan we zien hoe jij het met Ryu gaat doen vandaag. Ryu. Ja, ja. Mr. Street Fighter. Mr. Street, Mr. Hadouken. Ja. Mr. Tatsumaki. Mr. Damage all day! Ja, precies. Nee, dat is wel zo. Hij heeft gewoon een heel grote damage input. Dus, ja, precies. Net als vorige keer toen ik eerder met hem ging spelen. Met die low kicks dan... Ja, je kan eigenlijk best wel simpele combo's met hem doen. Waardoor best wel veel schade valt. Ja. Battle settings. Ja. Heb je ook nog een favoriete kleur? Of... Nee, mij maakt het niet uit. Ik bedoel... maar winnen toch? Ja, dat is waar. Maar dan wil je ook een beetje winnen in stijl. dat geldt voor mij nog niet, hè. Ja, dus, een winst is een winst. Dus dat, voor mij niet wel, ja. Any means necessary. Dus dat. Zoals vier spelen. Spammen van het ook. Low kick spammen. Koud. En dit spel is dat iets lastiger. Bij wat oudere Street Fighter spellen kon je echt weer ook en beter spammen. En bij dit spel, ja. Je kan soms heel hard afgestraft worden voor dat soort dingen. Vind ik dan. Ja, qua spammen moet je ook best wel goed timen, want je kan pas de volgende Hadouken doen als die of geraakt is, geblokt, ja. Als die maar iets raakt, of als die uit je scherm is. Precies, ja. En volgens mij bij een van die oude Street Fighter kon je snel achter elkaar schieten. In ieder geval, dat heb ik wel volgens mij bij zo'n oude filmpje gezien van Daigo. Ja? Ja, ja, ik weet niet of dat toen hetzelfde ja, ik weet toen zelfs. Was. Heel raar is dat eigenlijk, ik heb toen wel eens gehoord dat Sagat, als mensen die kennen uit het oudere spel, die best wel vervelend ook was. Die zit er niet in, hè? In deze... Nee, zit er jammer genoeg niet in. Maar die werd ook, was ook geband als het goed is in Japan bij toernooien, heb ik het gehoord. Geband om mee te spelen? Of? Oh, om mee te spelen inderdaad. Hij was, ik hoorde dat hij was geband omdat hij te cheap was, zeg maar. Cheap. In de zin van, omdat hij waarschijnlijk... Hij kon continu blijven schieten en je kon op die manier eigenlijk bijna niet erbij komen. Hij was gewoon overpowered eigenlijk. Hij was eigenlijk overpowered, maar ik ben er niet aan vast, maar ik heb dat ooit ergens gelezen. Ik heb het in een interview van Daigo gezien. Oké. Toen noemden ze hem Blue Pants ook, omdat hij altijd een blauwe broek aan heeft. Maar dat zou dan alleen gelden voor de pro's niet aan. Gewoon echt op toernooien. Ja, echt op toernooien, ja. Ja, kijk natuurlijk, kijk aan toernooien van vroeger, ja. Dat deden alleen maar pro's mee, want andere mensen deden dat gewoon niet. En nu is het wat commerciëler en er valt iets meer geld mee te verdienen. Dus ja, meer mensen proberen het nu. Hè? Ja, geld en ze maken de spellen ook steeds wat, wat meer balanced. Want dit spel is redelijk gebalanceerd, vind ik. Ik heb nu echt hele grote verschillen gezien. Als je kijkt naar Street Fighter V die we ook hadden gespeeld, dat was nog meer casual dan wat we nu doen hier zo met Street Fighter V. Maar daar was het gewoon onwijs lastig om combo's te maken. En dat merk jij waarschijnlijk ook wel nu Street Fighter speelt vandaag. Nou, Sylvester, je speelt tegen Nash. Nash catch hem. Nash catch. Daarom. Je moet een beetje uitkijken. Deze jongen heeft wel 0 punten, maar ja, dat zegt niks. Hij spamt Sonic Boom. Ik zou dichtbij komen en je combo, die is te hoog. Wat je eigenlijk moet hebben is op het moment dat je dichtbij bent, dan moet je hem eigenlijk eerst even met een jab of met een leading punch raken. Oh, lekker. En je houdt hem goed op afstand. Je moet alleen uitkijken voor zijn kicks en voor Sonic Booms. Je moet even dichterbij komen, anders kost je damage. Joey, wat kan je ons vertellen over Nash? Nou ja, ik heb zelf best wel veel tegen Nash gespeeld, maar dan was Zangief. En wat heel erg goed is aan Nash, dat hij eigenlijk heel veel verschillende tools heeft om je gewoon op afstand te houden. En dat is heel lastig om zo erbij te komen. Kijk, hij kan die Sonic Boom mee van hem gooien. Zijn fireball eigenlijk. En wat hij eigenlijk ook de hele tijd kan doen, is gewoon zijn overhead kick. Deze, die je nu bijvoorbeeld nu in de screen ziet. Die is echt heel irritant. Dus op het moment dat je dan dichtbij bent, je moet dat op een of andere manier kunnen afschaffen. Dus Sylvester moet op een of andere manier met jabs. Als hij eenmaal bij hem is, gewoon even wat damage doen, dat hij in ieder geval even slaat. Maar dat zijn ook eigenlijk anti-air moves, hè? Ja, precies. Is hij nou eigenlijk vergelijkbaar als Gao? Ja, hij is eigenlijk een offensieve Gao. Zo kan je hem een beetje zien. En Gao is meer de echte defense. Precies, hij is wat verdedigender. En ja, die Gao ook kent, ook qua normals ook heel sterk. En dat is deze Nash natuurlijk ook wel, maar hij heeft hele speciale special moves ook. Ja. Nash die heel irritant zijn. Als best, ik zie dat je heel veel moeite met deze jongen hebt. Wat zit je vooral dwars? Hoe je dichtbij moet komen? Ja, plus hij blijft Sonic Boom niet spammen. Dat is gewoon vrij irritant ook. Van. Ja, precies. Dus ik probeer soms echt dichterbij te komen, dan dat wil dan niet zo goed lukken. Wat je eigenlijk, misschien een tip voor de volgende keer, hoe je misschien kan uitlokken, is op het moment dat je over de eerste Sonic Boom heen springt, en je weet dat hij die schop gaat doen, zou je misschien met een Shoryuken af kunnen straffen. Want als het goed is, gaat die er wel doorheen. Maar dat durf ik niet te zeggen, want ik zelf niet zo heel veel met Ryu speel. Maar... ja, met Zangief deed ik het ook een beetje op die manier, in de zin van probeerde ik wat dichterbij te komen en dan zat ik hem gewoon uit te lokken. En als ik eenmaal bij hem was, dan ging ik hem gewoon jabben, zodat hij geïrriteerd raakt en dan blijven ze gewoon even van je wegspringen. Ja. Wat je sowieso met Ryu zou moeten doen, moet niet, maar het is handig voor als mensen je vanuit de lucht aanvallen. Dus dat je sowieso altijd, als je een Dragon Punch doet, dat je dat doet met Medium Punch. Want als je hem raakt, heb je de... hij blijft zeg maar, want als je kijkt naar Ken, als hij een Dragon Punch doet met een medium punch, of met een high punch bijvoorbeeld, dan gaat hij echt heel ver naar de andere scherm. En als je dat zou doen met Ryu, of met een medium punch, dan houdt hij dat op een minimum afstand. En hetzelfde geldt met Ryu, want op het moment dat je hem raakt, je hebt een hoger percentage om diegene te raken met een medium punch, dan als je doet met een low punch of een high punch. Ja. En wat ook zo is, hoe lager die tegenstander op je afvalt en je zou hem dan raken, dan doe je ook gelijk 2 hits. Ja. Dus je pakt hem in ieder geval. En wat je ook zou kunnen doen is bukken en dan high punch doen, omdat je dan altijd een opwaartse slag maakt. Zeker. Ja. Nou ja, ik ga nu weer met Zangief spelen. Wat ik jullie even ook wil laten zien is eigenlijk een hele simpele combo ook van Zangief. Wil je dat mensen even schieten, bijvoorbeeld zoals een Nash, en je springt goed over de eerste vuurbal heen, dan is een goede combo heavy punch, daar begin je mee. Dan doe je heavy punch, light kick, dat is de tweede. En doe je heavy punch, light kick, lariat. Ik zal hem even sneller doen, zodat hij goed combo. Ja, het is gelijk een 3-hit combo en dat doet ook redelijk wat damage. En het is ook gewoon handig, want deze move met heavy punch kan je ook gelijk chainen aan een heavy kick. En als mensen dan proberen bijvoorbeeld weg te komen, dan heb je ook vaak een quash counter. Dus dat is wel handig. Wat verder heel handig is, wat ik een leuke tactiek vind van Zangief, en dan moet ik even kijken of het lukt, is doe ik bijvoorbeeld 2 jabs en dan pak ik hem daarna vast. Zie je? Dan heb je een 2-hit combo. En vaak hebben mensen dan niet de tijd om te reageren of ze proberen weg te springen, dan kan je ze net op tijd vastpakken. Zoals jullie zien mensen, Joey is gewoon de echte Zangief Master. Nou ja, Zangief Master wil ik mezelf niet noemen. Ik vind het leuk om met Zangief te spelen, omdat hij toch een beetje anders is qua andere characters. Nou goed, mocht je zelf met Zangief spelen, laat in ieder geval wat horen in de comments, zodat wij het kunnen lezen. Mocht je tips willen hebben over Zangief, dan zul je comments van Joey in ieder geval zien. Precies. Dus we zien het graag. En hetzelfde geldt voor Ken trouwens, hè? Van Ibo speelt heel graag met Ken en is er ook wel redelijk ervaren mee. Dus mocht je een beginner zijn en je wil gewoon wat handige combos van hem weten, laat wat achter en we proberen zoveel mogelijk te reageren op jullie vragen. Dat zeker. Dus ja, we horen het graag. In ieder geval. Dus nou, we zitten wel nu weer een tijdje te wachten op hem. Ja. Ik weet niet of het komt omdat het zondag is, weet je, mensen die... Dan zou het juist sneller moeten gaan, toch? Ja, maar ja, misschien mensen die juist nog... ja, het is nu best wel... ver in de middag. Ik denk niet dat ze nog slapen, maar... nee, denk ik niet. Ja, ik hoop niet dan. Ja, en zijn SPD is gewoon ontzettend sterk van zo'n... Ja, onwijs sterk man. En wat houdt het nou precies in? SPD is eigenlijk gewoon een draai van 360 graden. Alleen, okay, zoals ik al vorige keer zei, je hoeft eigenlijk niet 360 graden te draaien, je draait eigenlijk met record. Oké. Okay. Ja. En dan kan je al, en dan execute je hem al eigenlijk. En dat maakt eigenlijk niet uit of je zeg maar, of je rechts of links staat, welke kant je opdraait. Want naar allebei de kanten werkt hij. Want ik kan nu ook bijvoorbeeld, ik sta nu rechts, normaal draai ik dan van links naar boven. Mm-hmm. Maar ik zou gewoon van rechts naar boven kunnen draaien en pak je het uit. Oh echt? Dat is niet. Ik dacht altijd dat je tegenovergestelde hoeft helemaal niet. Als je het voor jezelf makkelijker is, dan kan je gewoon die kiezen. Ik ga voor 4 balkjes, ik ga het gewoon doen. Ik hoop dat de connectie dan een beetje goed is, want soms is het een beetje bij het spel. Als je 4 balkjes hebt of minder, dan is de connectie gewoon niet zo goed. En soms valt het ook best wel mee. Tegen wie heb jij het meest moeite om tegen te spelen als je Zangief kiest? Eigenlijk tegen Cammy en Rashid. Maar tegen Rashid heb ik nu wel een tactiek ontwikkeld. En, die werkt best wel. Yeah? Ja? Zangief heeft zeg maar zo'n parry. En wat heel veel Rashids online doen is, die vliegt hem de schop naar links of naar rechts. Yeah? En als je dan die parry doet, of je doet je heavy punch, zeg maar inhouden. Dan absorbeert inheen, ik ben weer. Dit wordt denk ik gewoon een soort gat in de show, waar ik gewoon elke keer de verkeerde kerk kies. Dit is niet gespeeld hè mensen, dit is serieus, dit is gewoon... Dit is de tweede keer volgens mij. De tweede keer, vorige aflevering had ik het ook. Zullen we voortaan zo'n counter erboven zetten? Ja, ja counter. Van hoe vaak kiest Joey het keer? Nou, ik hoop dat ik het net zo goed doe als vorige keer. Zo, hij ging gewoon door mijn... dingen heen. Nou, ik word vastgepakt. Nou, hij doet een wake-up Shoryuken. Hij doet ook Daigo, die moet even opletten. Nou, ik trap er gewoon elke keer in. Gewoon zonde. Nou, maar ik heb nog wel even listen. Dat was een mooie save. Jammer. Ja, nou ja, mijn combo's lukken gewoon. Ik ken 1 combo van Ryu en dat is het volgens mij. Ah. Maar we gaan even kijken wat deze man gaat doen. Nou, ik denk hetzelfde. Ja. De combo was ook weer mislukt. Ja, dat is eigenlijk iedere keer wat ik doe. Die week op, ja. Dan kan ik hem gewoon een paar keer in de schat kijken of hij nog doet. Ja, en dan vastpakken. Oké. Netjes. Dat was hem. Mooi, oké, maar. Wat ik gewoon een beetje zag is dat hij dus een P trigger deed. En ik wist dat als ik opsta, dan wilde hij me gelijk slaan. Ik dacht, dan kan ik gewoon een wake-up special doen. En ja, dan werkt het aan natuurlijk. Ja, precies. Zo. Dat is jammer dat hij door de jab heen ging. Nou, dat hij me van zo ver nog raakt, had ik eigenlijk niet verwacht. Ja, dat was dus de medium, die daarvoor deed, dat was de medium Dragon Punch. En dat heeft echt een reach tot middenhoogte. Die is echt ideaal om te gebruiken. Ja, ik denk dat je hem... ja, ik heb hem toch uiteindelijk gepakt. Ik vind het weer jammer dat ik weer geen Zangief voor de eerste match kon kiezen. Maar ik beloof dat ik dat dus niet meer ga doen. Uiteindelijk win ik, maar het geeft me heel veel stress dat ik met de andere character moet gaan spelen waar ik eigenlijk niet zo heel veel mee speel. Maar je bewijst wel dat je het ook met een andere potje kan. Ja, ik kan het ook met Ryu, ja. Dat is waar. Dat is waar. Nee, het is gewoon vervelend. Dan zit ik een heel stuk over Zangief uit te leggen. En dan speel ik met Ryu. Maar het is wat het is. Ibo gaat weer verder en dan gaat ik gewoon weer wat Ken laten zien. Ja, ik ga weer. Jij gaat sowieso bezig weer verder met Ken in ieder geval. Ryu. Maar je gaat wel echt Ken laten zien. Hè? Ik ga echt Ken laten zien. Anders wordt het echt de Ryu-episode. We gaan geen Ryu kiezen. Behalve Sylvester. Maar nee, ik ga gewoon verder met Ken. En ik hoop... Is jouw character niet Zangief en Ryu? Of, nou ja, ik heb wel een paar keer dan dat ik wel eens online heb. Dan raak ik soms gefrustreerd, dan verlies ik 3 of 4 achter elkaar. Ik heb vorige keer heb ik een avond gehad en dan mogen mensen best weten. En daar staan we er niet voor. Dat ik 10 matches online spelen waarvan ik er 9 heb verloren en 1 heb gewonnen. Zo gaat dat ook, hè mensen. Dus het is echt niet zo simpel als wat we nu misschien laten zien. Maar... Zo gaat het ook en dan... ja. Dan raak ik heel frustrerend en dan ga ik elke character proberen. Dan ga ik Cammy proberen, ga ik Chun-Li proberen, ga ik Ryu proberen. En ik win dan gewoon niks. En dan ga ik Vega proberen en dan win ik gewoon. Ja, en dat slaat nergens op, want ik ben helemaal niet zo goed. Ik weet precies hoe je voelt. Maar Zangief is mijn man. Hij is beest. Letterlijk. Hij geeft mensen de Russian concussion. En ja, ik hoop gewoon dat ik hem dadelijk weer kan laten zien. Anders lijkt het echt een herhaling van aflevering 1. Rerun. Nou Ibo, je bent een beetje crossovers aan het oefenen op deze Vega. Ja. Ik vind dat het bij mij nog wel wat beter mag. Ja, ik denk dat bij iedereen van. Ja, ik ben heel streng voor mezelf. Ja, dat is ook goed aan de hele kant. Ik hoop alleen dat we wat sneller match vinden, want vorige keer leek het wat sneller te gaan op de match. Ja, klopt. Ja, iedereen heeft vakantie waarschijnlijk. Ja, ja. Ik vind de Street Fighter te moeilijk, dat wat sneller op. Denk je? Nee. En wat is nou het voordeel als, Ken zijn feature activeert hier? Even kijken hoor, als ja in feite, wat ik vind, als hij het activeert, ik vind hem alleen maar sneller worden. En al zijn aanvallen, die krijgen dan echt puur. Dus zelfs medium Dragon Punch, low Dragon Punch, Tatsumaki's. Ja, ja. Maar het nadeel daarvan is, hij doet minder schade dan als hij gewoon in zijn normale mode zit. Ja, precies. Dat, maar ja, misschien is... Oh nee, je krijgt nu alweer gelijk een match. Dus we gaan op weg naar brons toe, hè? We komen nu steeds dichterbij. Maar ja, dat is de bedoeling. Ja, dat is de bedoeling. We willen dat vandaag in ieder geval nog behalen, ook voor de kijkers. Dus het is ook heel erg spannend trouwens. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, ik ook. Ik denk dat Sylvester straks de eerste match gaat winnen. Dat denk ik ook. Oh, zet maar meer druk. Maar zet daar een klein beetje druk. En natuurlijk met, Zangief, hè? Ja, nee. Als jij nou ook diezelfde fout maakt, weet je. Ja, misschien wil je dan, want elke keer als ik het fout maak, wie weet, dat zou kunnen, ja. Zou ik voor de fout met Ken proberen dan straks? Of... Nee, zie je, Ibo, jij bent ook vergeten om Ken te zetten. Je ziet het. En ik zei nog dat ik het niet zou doen, wat de hel. Zie je? Karma. Dit is gewoon... Dit is de Ryu-episode van... Ryu's weg naar de bronzen titel gaan. Ja. Dit is gewoon een grote afleiding. Ja, eigenlijk doen we het gewoon expres om aan Sylvester te laten zien hoe je het eigenlijk moet doen, weet je? Nou, dat ook niet, maar gewoon aan Sylvester laten we gewoon even zien hoe je kan spelen. Nou, Ibo, ik denk dat je ook wel een beetje met Ryu kan spelen, want ja, je speelt weer tegen een Ken. Jij speelt eigenlijk alleen maar tegen Ken, lijkt het, dus... Ja, ik ben benieuwd. Zo. Dat is toevallig dat hij dat zo raakte. Zou hij het gepland hebben? Misschien. Denk je dat? Ik denk het niet namelijk. Ik denk dat hij gewoon lucky was. Het is wel een combo van hem. Ja, dat weet ik, maar ik denk dat hij lucky was. Ah, je had die echt hard kunnen punishen op zich. Ik snap wel dat je die throw doet, hè. Nou, Ryu heeft zo'n lekkere combo met 2 keer medium punch, heavy punch en heavy kick. Die zat er wel lekker om uit te voeren. Alleen, ik probeer die opening te maken. Ja, precies. Maar kijk, wat het vervelend is als je hem inderdaad mist en je doet 2 miljoen punches natuurlijk. Dan kunnen ze jou daarop pakken gewoon. Maar ik zou, ja, je hebt nog niet featured of wel? Ja. Dan zou je in principe door zijn guard heen kunnen lopen. Lekker. Ik weet dat je Ken bent, maar je bent niet goed. Ja, dat heb ik ook. Maar, ja, dat zijn we niet gewend van mij, hè? Nee, en je hebt nu gewoon de eerste ronde gewonnen. Ja, maar het zegt nog niks. We hebben nog... Ja, precies. Rond gaan. Jij bent normaal de comeback kid, maar deze keer is misschien Mr. Babu 93 de comeback kid. Maar je zet goede druk op hem en dat werkt wel met Ryu. Dus nu kan je lekker... Oeh, oh, net iets te ver was je. Lekker. Goed vastgepakt. Nou, dat was een beetje laggy even net, hè? Dat was iets te vroeg. Ja, iets te vroeg heb ik niet gedaan. Oh, dat je net die backstab deed. Lekker. Jij hebt echt een goede target combo van Ryu goed door, hè? Die werkt altijd wel. Ik heb hem door inderdaad, maar ja. Zijn eigenlijk de basic move. En ja. wat Ryu als eerste gekregen heeft toen de combo's erin kwamen. En dat is gewoon heel simpel, crouching medium kick en combineren met een Hadouken. Ja. Nou ja, het is heel simpel, maar ik vind het knap. Het werkt. En we hebben weer gewonnen en weer met een foutieve keuze van Ryu. En we hebben gewoon weer 66 punten. En Sylvester, ja, je hoeft eigenlijk geen andere character meer te kiezen. Dat zou ik niet. Nee. Kan je proberen, misschien haal je winst uit. Iedereen bedankt voor het kijken. Dit was alweer de tweede aflevering. Ibo, wat gaan we de komende aflevering nog doen? De komende aflevering gaan wij ervoor zorgen, hopelijk, dat we de bronzen level halen. Want we hebben vandaag helaas niet de 500 punten binnengesleept. En vonden jullie het leuk? Kijk sowieso de volgende keer weer naar een nieuwe aflevering. Aflevering 3 van Dwaas tot Baas. En Joey, waar kunnen ze ons vinden? Ze kunnen ons, zoals in de vorige aflevering al gesproken, ons vinden op Instagram, Twitter en Facebook. En dat staat ook onder deze video allemaal. En hou ons gewoon in de gaten op YouTube. Daarom is het ook handig als jullie dan subscriben en liken. Zeker. Dat helpt ons ook. En dan kunnen jullie gewoon wekelijks krijgen jullie dan een notification als onze video online staat. En dan voor nu, bedankt allemaal voor het kijken. Heel erg bedankt nogmaals. Tot ziens. En gamen ze.